Hebrew man Ofer Golan, geboren en getogen in Israël, woont 6 jaar in Nederland. Alhoewel hij is opgegroeid in een Joodse omgeving, heeft hij ontdekt dat hij weinig weet van de Joodse tradities. Nu hij in Nederland is, gaat hij op onderzoek uit. Met deze aflevering als onderwerp een dagje rabbijn. Het vak van rabbijn heeft onze Hebrew man altijd geboeid. Het lijkt hem zeer afwisselend werk. En daarbij, is rabbijn zijn nou een roeping of een beroep? En wat doet een rabbijn nou eigenlijk op een doordeweekse dag? Nou, kom maar kijken. Oké. Okay. Je komt op een gewone dag. Nou, dit is de kosher winkel. En hoe vaak moet u hier komen per week? Nou, dat is naar volgens wat de vraag is, volgens hoeveel er nodig is. Dus dat is een deel van het werk van de rabbijn, dat alles wat geproduceerd wordt, inderdaad kosher is. En kosher is, ja, oké. Okay. Ja. Ja, nou, hier zijn inderdaad, dit zijn de soort, je krijgt een groot verpakking kaas, het wordt een klein verpakking overgeplaatst en daar komt een deel. Dus ik moet zorgen dat die groot verpakking inderdaad kosher is. Okay, dit is de kosher kaas? Dit is een kaas, dat zie ik. Hier is een zegel. Okay. Dus ik weet dat dit kosher is. En dan van de groot verpakking zetten ze het over een klein verpakking. En zetten ze een nieuwe zegel op. Maar dan komen stiekem erbij, dat, denk ik. Dat is verantwoord. Dan weet ik dat het verantwoord is. Nou. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihyeh bedvaro. Amen. Zo. Welke opleiding moet u eigenlijk doen om rabbijn te worden? Wat voor opleiding doet een rabbijn? Het begint eigenlijk met een Joodse opleiding dat ieder Joods kind geniet. Op zich is een groot deel van de functie van de rabbijn is om een Joods leven te leiden. En dat is niet aan rabbijnen voorbehouden. Na de middelbare school is er de optie om op een yeshiva te zitten. Ook daar is de eerste paar jaar in een yeshiva is het niet strikt op rabbijnopleiding gefocust. Dat is gewoon om goed op de hoogte te zijn van de Joodse bronnen, goed op je gemak dingen te kunnen bestuderen. We zijn terug op kantoor. Wat staat nog meer in uw agenda? Oh, even kijken. Ik heb een afspraak met mevrouw Groenveld. Dat is een ander aspect van rabbijn zijn. Rabbijn gaat eigenlijk over veel dingen in het leven, maar ook wat na het leven komt. Okay. Dat wil zeggen, je gaat er niet over. Maar een deel van de taak van de rabbijn is bij levayot, bij begrafenissen. En ook het beheer van de begraafplaats moet op een halachisch verantwoord manier gebeuren. En daar heeft de rabbijn een rol in. En onder andere is het dus het opzetten van de matzevot, de zerken, op de graven. Hebben de zerken voor iedereen dezelfde vorm? Nou, het is niet helemaal hetzelfde. Oh, daar gaat het wel. Dus, even de mevrouw binnenlaten. Ja. Goedemiddag. Neemt u plaats. Dag, de moment. Els Groenewoud. En luisterende oor. Ik ben de assistent van de rabbijn vandaag. Ja. Ach, zo. Waarom vindt u het belangrijk om hier te komen? Nou, het is zeer belangrijk ten eerste om hier te komen om te zorgen dat er een gelijk gedenkteken komt als het vorige gedenkteken. En wat belangrijk is, dat er geen fouten worden gemaakt in de tekst. En dat moet alleen een rabbijn doen? Of? Ja, eerst rabbijn geeft mij de Hebreeuwse tekst. Wij maken dan een voorbeeld, dus een layout op schaal van de gehele tekst. Die gaat eerst naar de nabestaanden. Als de nabestaanden hem geheel goedgekeurd hebben, dan gaat de layout naar het bestuur. Zegt het bestuur van hij is prima, dan moet de rabbijn hem nogmaals accorderen dat we zeker weten dat er geen fout in zit. Oké. Ja. Ze moeten nog
even wat praten. Ik laat ze even alleen. Scheveningen. Daar zit een dronken te wachten. We zijn bij Mitzvahles. Oké. Zo, daar is Jewel. Jewel, ben je helemaal klaar voor? Ja. Ja? Ja. Nou, ja. Kijken. Dus hij moet de drasha lezen voor 200 ja, mensen. Ja, hij moet een parasha lezen. Ja, dit is dus. Dit is eigenlijk een peuterspeelzaal. Peuterspeelzaal. Daar komen kinderen de alfabet leren enzovoort. En dat gaat zijn familie hier ombouwen. Van Shul zijn al begonnen. Kwabachor Asher Yivad Leit Pivkor Chaut Sancha Hazachar Daktis Ladena Elohecha Shamor Et Chodesh Aviv Asita Vasita Vasita Pesach Ladena Elohecha. Goed zo. En is hij klaar voor? Ja, heb je het kunnen verstaan? Ja, ik kan alles verstaan. Ja. Hij doet het hartstikke goed. Volgens mij, hij is klaar voor. Ja, nou, hij heeft nog een week om te, bij te poetsen. Dat, ja. Maar ja, heel goed. Wat gaan we nu doen? Een van de voorbereidingen voor het nieuwe jaar. Met de nieuwe kalender komen. Nou, die afbeelding hebben geplaatst. Dit is de nieuwe kalender dan? Dit is sowieso de nieuwe kalender, maar hij is gebaseerd op de vorige kalender. Dus er staan een aantal dingen in die vervangen moeten worden. Het kalendarium wordt inhoudelijk vervangen. De beelden die worden ook allemaal vervangen. Dit zijn de nieuwe beelden. Dit schilderij is een mooie schilderij. Ja, ik vind het wel prachtig. De kunstenaar staat daar. Ja. Oké. Gaan we dat doen? Okay. Dit is de Joodse bejaardentafel in Den Haag. Daar heb ik een wekelijkse les. En wat is de geschiedenis van Rosh Hashanah? Nieuwe jaar. Ja, maar wat is de geschiedenis? Oké, dat is wat er gebeurt. De praktijk is een nieuwe jaar. Ja, ergens moet het beginnen, ja? Maar wat is de geschiedenis van deze datum? Weten wat? Mens geschapen. Ja, heeft te maken met de schepping. De schepping, de zesde dag van de schepping, niet de eerste dag, maar de zesde dag van de schepping is op Rosh Hashanah. Ja, dat is. Wat ik ja, dat is ja, dat is op mijn plekje. Ja. Zo, was dat een flinke les? Ja. Nou, het was goed gegaan. Ja? Ja. Ja. Hoeveel rabbijnen zijn er eigenlijk in Nederland? Nou, precies kan ik het niet zeggen uit mijn hoofd, maar ik schat iets 15 of misschien 18. Hallo. Hi baby, wat machst du? Gebeurt af en toe ook onverwachte dingen. Onverwachte dingen. Gewone dag. Ja, op zich moet je. Ja, op zich moet je vaak je gewone dingen onderbreken om voor bijzondere situaties. Ja. Nou, veel geleerd. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Yalla, bye.